Meestal zijn het de familieleden die bang zijn voor de reactie van de patiënt. Dus we proberen zoveel mogelijk een diagnose mee te delen aan patiënt en familieleden samen. Zodat mensen samen dezelfde informatie krijgen. De basisinformatie krijgen. Dat wil niet zeggen dat je daarna geen gesprekken kunt hebben met familie apart of met de patiënt apart. Nu, wanneer dat er ernstige... Um, ja, redenen zijn om toch een diagnose te gaan verzwijgen. Denk dat het inderdaad, zoals ik eerder zei, belangrijk is om, om te gaan spreken over functies. Om toch op bepaalde moeilijkheden te gaan wijzen die mensen vaak zelf ook wel ondervinden. Um, en ervoor te zorgen dat de neuzen in dezelfde richting staan. naar alle familieleden of naar een partner en de thuisverpleegkundige bijvoorbeeld dezelfde termen gaan gebruiken. Dat daar toch wel een eenduidigheid in is als men ervoor kiest... Om wat voor reden dan ook, dat de patiënt het niet mag weten, dan denk ik dat iedereen zich daar ook om moet houden. Want anders dan wordt het voor de persoon in kwestie nog veel, veel moeilijker en veel onduidelijker. gaat er ook veel meer angst naar, naar voren komen.